Als je kan vertellen dat je helemaal uitverkocht bent, als je ziet welk deelnemersveld we vandaag kunnen presenteren, ja, dan kun je alleen maar zeggen dat alles in de voorbereidende fase heel goed heeft gelopen. Alle tickets de deur uit en de kwaliteit aan deelnemers die we graag hebben hier in Gent. Ik denk dat er heel veel spektakel gaat te zien zijn. We hebben hier net de ploegenvoorstelling gehoord. En ik denk, het zijn echt heel wat teams die aan elkaar gewaagd zijn. Dus ik denk dat het spektakel zal zijn. Het is in ieder geval een editie met een heel mooi deelnemersveld. Dus ja, iedereen zegt het sterkste van de laatste 15 jaar. Maar misschien gaat dat wel verder terug. Dus mannen met een heel mooi palmarès aan de start. Heel sterke ploegen aan de start. En dan ook nog een aantal zeer talentvolle, ook Belgische jongeren, die dan gekoppeld zijn aan meer ervaren mannen uit het zesdaagse wereldje. Dus denk ik een zeer mooi deelnemersveld. Beter is niet te brengen, denk ik. Ja, we zien met al de andere zes dagen, zullen er allemaal niet, de toppers niet bij zijn. Ik denk met Viviani moet ik zeggen dat ik toch wel wat verwend geweest ben door de organisatie. Olympisch kampioen geworden, steengoed wegrenner ook, dus en in conditie. Heeft hij nog bewezen 2 weken geleden in Abu Dhabi, dus dat is niet zomaar weg. Dus ja, heel blij met hem. Anderzijds nooit samen gereden, dus misschien dat we wel een beetje zullen moeten zoeken de eerste dagen, maar we zien wel. Het zou wel mooi zijn om op het hoogste schavotje te staan met net onder mij bijvoorbeeld Wiggins en Cavendish. Dat zou wel magnifiek zijn, maar ja, we zullen moeten afwachten. Zoals de traditie het vraagt in Gent, sport afwisselen met een stukje muziek. En, ik denk dat we mooie namen op de affiche hebben met Gunter Neefs op woensdag. Lindsay en Gary Heger respectievelijk donderdag, vrijdag zijn een beetje de traditionele artiesten in de zesdaagse. En dan nieuw is Lou en de Hollywood Bananas, die ongetwijfeld voor heel veel ambiance gaat zorgen.